Zo, goedemorgen allemaal. Ja, het is het laatste rondje wat we lopen. Dan zitten we op 6000 stappen weer voor vandaag, denk ik. En dan kan ik daarna naar mijn werk toe. Ik kan nu lekker thuis zijn. En dan is het vanmiddag weer een nieuwe ronde. Maar ik wil het even hebben over... Muisje, kijk eens. Medusa, kom eens. Medusa, goed zo. Medusa heeft net een haas gezien aan de andere kant van het hek. Nou, ik wil niet dat ze het over een hek gaan. Langs een hek gaan. Dus we moeten muisje even in de gaten houden. Want die haas die is natuurlijk wel bar interessant. Maar ja, dan komen we meteen op het verhaal waar ik het even over wil hebben. Ik werd gebeld door een kennis. Gisteren. En die had gereageerd op iemand op Facebook. Nou ja, hé, ik ben echt wel... pro-Facebook. Ik vind het echt geweldig hoe mensen soms vreselijk dom kunnen reageren, terwijl de hele wereld mee kan genieten. En daar zie ik de lol wel weer van in. Maar deze mevrouw, die woont in een dorpje en het hele dorpje is tegen haar, of tegen haar Mechelse herder. Nou ja, dan net zoals met andere vechthonden. Stafford's, Rottweilers, weet ik veel wat, zijn er natuurlijk altijd veel tegenstanders, want die hond is gevaarlijk. Nou, dat is de grootste kolder natuurlijk wie er is. Maar een hond kan wel gevaarlijk zijn. Deze Mechelaar, die wil in een uitrenzone en die mevrouw wil die hond loslaten. Nou, de uitrenzone is helemaal omheind met een hek. Nou, als dat net zoals hier is, dat hek is ongeveer 1,10 hoog. Mijn honden blijven daar gewoon binnen, normaal gesproken, maar ze kunnen er natuurlijk uit. Daarvoor hou ik muisje even in de gaten, die heeft die haas gezien, dus die moet ik dan in de gaten houden. Want als ik het niet doe, dan gaat ze er ook uit en dan gaat ze achter die haas aan. Dus moet ik het corrigeren en bij me houden. Zo simpel is het. Maar deze mevrouw staat in de uitloopzone en er staat buiten de uitloopzone, maar redelijk dicht bij het hek. Staat er een mevrouw te praten met iemand. En die heeft een klein hondje aan de riem zitten. Nou, en de mevrouw met de Mechelaar die durft dus de hond nu niet los te laten. Want haar hond is niet de makkelijkste. Ze zijn ermee bezig. Ze zijn al heel eind gevorderd. Maar ze durft hem niet los te laten, want hij gaat over het hek heen. En als hij over het hek heen is, is dat kleine hondje gewoon niet voor 100% veilig. Dus is ze naar die mevrouw toegestapt en heeft ze gevraagd of zij ergens anders wil gaan staan kletsen. Wat de mevrouw niet doet. Nou, vindt zij dat de mevrouw de ASO is. Want zij wil niet aan de kant waardoor zij haar hond niet vrij kan laten. Maar nu draaien we de wereld wel een beetje om natuurlijk. Hè? Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen honden. En op het moment dat jij weet dat je hond over een hek heen springt, als er iemand buiten het hek staat te praten met een klein hondje en dat het hondje daar gevaar door loopt, dan moet je bij jezelf kijken. En dan moet je niet vragen of die mevrouw weg wil. Want anders, als die mevrouw weggaat en jij loopt daar gewoon met je hond en je laat hem los, maar er komt ondertussen iemand anders aan naar het hek toe, jij hebt dat niet door. Je hond heeft het wel door, gaat hij ook over het hek heen en dan vreet hij hem ook op. Muisje, dat is een watervogel, dat mag niet. Oh, we zijn weer begonnen met versieren, leuk. Zo te zien ga jij winnen vandaag, Prudence. Maar op het moment dat je dus een hond hebt die over een hek heen springt, om daar aan de andere kant gruwelijk uit zijn plaat te gaan tegen een klein hondje of tegen een andere hond, dan moet je bij jezelf gaan nadenken. En waarvoor koop je dan niet gewoon een muilkorf voor je hond? Want als je met die muilkorf over het hek heen springt, kan hij in ieder geval geen schade aanrichten. Tuurlijk hoort dat beest niet over het hek heen te springen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Jij moet controle hebben over je hond. Maar een hond is wel een hond. Dus vertrouw jij hem niet voor 100%. Neem dan je verantwoording. En leg niet de verantwoording bij iemand anders. Wie jij ASO gaat noemen, omdat ze niet naar je wil luisteren.
Ik vind het heel normaal dat je jouw hond muilt als hij niet te vertrouwen is. Ik ben voor de muilkorf. Ik ben voor dat honden los kunnen lopen. Dus vertrouw ik een hond niet, dan krijgt hij een muilkorf om en dan kan hij nog steeds wel loslopen. Trouble loopt nu natuurlijk zonder muilkorf, maar zou ik hier 's middags lopen, heeft zij absoluut een muilkorf om als ze los gaat. Als ze aan de riem zit, dan heeft ze geen muilkorf om, want dan heb ik de riem vast en dan ben ik degene die verantwoordelijk is voor haar gedrag. Maar ze vindt het heerlijk om even zonder muil rond te mogen rennen. Maar we gaan dus de schuld leggen bij iemand die gewoon staat en de mechelaar die vindt dat ze gelijk heeft. Sorry mevrouw, u heeft geen gelijk. Jij bent verantwoordelijk voor je hond. Wanneer je je hond niet kan vertrouwen, zorg dan dat je of aan de riem houdt of een mouwkorf omdoet. Maar ga niet vragen of andere mensen weg willen gaan. Want dan moet je net zoals mij doen. Joh, als je een hond hebt die niet te vertrouwen is, stap om 4 uur uit je nest en loop om 5 uur in het park. Of stap om 4:30 uit je nest en loop om 5 uur in het park. Als er nog niemand loopt. En dan kan je zelf die verantwoording nemen. En dan kan je hond ook heerlijk rennen. Maar ga niet de wereld omdraaien. Wij zijn verantwoordelijk voor de honden. Wij zijn verantwoordelijk voor het gedrag van onze honden. En tuurlijk, niet iedereen heeft het goed onder controle. Niet iedereen wil het goed onder controle hebben. Maar jij bent wel verantwoordelijk. En als er dan een opmerking komt op Facebook, dat omdat ze wat commentaar krijgt, dat ze het dan maar moet uitzoeken en dat ze de volgende keer gewoon de hond losgooit. En als dan die hond opgevreten wordt, dan is dat het probleem van die hond. Sorry, maar nou ben jij de ASO. Echt heel erg. Zo werkt het niet. Honden kunnen communiceren met elkaar. Dat kan best wel eens hard gaan. Maar we hoeven geen schade te hebben. En we hoeven zeker geen bloed te hebben. Dus het verscheuren van een andere hond, dat is echt heel ziek. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Kijk, ik corrigeer mijn honden. Corrigeren is een woord wat niet gebruikt mag worden natuurlijk. Maar ja, je kan wel zeggen van fout gedrag moet je negeren. Maar dat is ook de grootste kolder wie er is. Want als je fout gedrag negeert, leert je er nooit niet van. Ik zal volgende keer eens een filmpje maken over hoe ik mijn honden corrigeer. Dat is helemaal niet hard. Dat is gewoon door... Ja, als er nu eentje niet luistert, gaat hij even voor een minuut aan de riem. En als hij een minuut aan de riem moet, dan koelt hij af, dan wordt hij weer rustig en daarna mag hij weer los. Dat is een straf die hun heel goed kennen. Maar ja, daar ga ik het later nog wel eens over hebben. Ik heb meerdere manieren hoe ik mijn honden wat dingen afleer. En daar zal ik nog wel een apart videootje van maken. Ik krijg binnenkort waarschijnlijk een pup op visite. Een pup van ons die nu 2 is. Ja, is 2. Is overmorgen 2. Die komt op visite. Die heeft niet de beste begeleiding gehad bij het opgroeien. Er is waarschijnlijk geen vertrouwen tussen de familie en de hond. En de hond die komt eventjes in de roedel. Want die heeft gedrag wat we niet willen. En de roedel is de beste om dat af te leren. Dus ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Maar ik heb er zin in om de Reu in huis te krijgen. En hij heeft nogal last van baknijd. Lekkere dingen kunnen niet afgepakt worden. Nou, dan moet je vooral de roedel hebben. Dus ook daar komen we weer op terug. Maar dit ging eventjes over iemand die iemand anders asociaal vindt. In mijn ogen is zij degene die echt wel asociaal is. Wij zijn verantwoordelijk, wij blijven verantwoordelijk. En neem dat gewoon in acht. We moeten met z'n allen kunnen lopen. En mensen
worden echt niet gelukkig als ik met 9 honden hier 's middags in het park loop. Mensen denken echt dat mijn roedel andere honden gaan verscheuren. Hebben we het nadeel gehad dat er hier een paar jaar geleden een roedel liep met 5 honden die ook daadwerkelijk andere honden verscheurden. Het was een hele andere roedel, het was wel een familieroedel, maar er was 1 teef met meerdere reuien. De teef was de moeder en de reuien die beschermden de moeder en onderling. Gingen ze echt jagen, maar ook jagen op andere honden. Nou, dat heb ik nu dan. Iedereen is doodsbang voor mijn roedel. Mijn roedel doet niks. Mensen wennen er wel aan. Maar mensen moeten eerst de roedel leren kennen. Nou, ook op zich wel logisch. Maar ik vertrouw mijn roedel. Ik ken mijn roedel. Ik weet wat ze wel en wat ze niet doen. En omdat we Trabbel niet kunnen vertrouwen, loopt hij met een muilkorf of aan de riem. Zo simpel is het. Zo simpel blijft het. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Een duimpje of abonneren, dat mag natuurlijk altijd. Maar niks moet. Ik zie jullie weer. Doei!